biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. Ben en Michel willen een Franse kaas samenbrengen met een Belgisch bier. En daarom gaat Ben, voor het duo naar Frankrijk vertrekt, langs in de abdij van Tongerlo. De basis van de Tongerlo Prior. Wel, deze abdij van Tongerlo die werd gesticht in het jaar 1130. Toen was er op deze plaats een boerderij met een zekere Gieselbertus. En die heeft zijn bezit aan de Norbertijnen aangeboden om een klooster te beginnen. Er is van bij het begin gerst verbrouwd voor de brouwerij. Mm-hmm. Maar daar is een einde aangekomen met de Franse Revolutie, wanneer dat de abdij in beslag genomen werd en grotendeels verwoest. Maar in 1840 heeft men de abdij kunnen terugkopen, wat er van over was. En is men terug met een brouwactiviteit begonnen. Ja. Dat heeft dan geduurd tot aan de Eerste Wereldoorlog, mm-hmm. wanneer dat de brouwkuipen in beslag genomen zijn. Ja. En dan was het weer gedaan? Dan was het weer gedaan. En dan in 1955, rond die periode, heeft men terug met een brouwerij contact genomen om het Tongerlo bier te brouwen. En heden ten dagen hebben wij een goed contact met de brouwerij Haagt die het Tongerlo bier brouwt. Met een fles Tongerlo op zak trekt Ben naar de Dromenstreek, waar hij samen met Michel de kaasmakerij L'Étoile du Vercors bezoekt. We staan hier op de brug over de Rhône. De combinatie van vandaag is de Prior Tongerlo, de brouwerij Haagt, een triple. Maar jij hebt een triple kaas bij. Ik heb een triple kaas bij, dus een Saint-Félicien Tentation. Dus gemaakt in de regio hier, dus in de fromagerie L'Étoile du Vercors. Wat is dat, een triple? Een triple is eigenlijk, gaat room aan de melk toevoegen. Anders. Om uiteindelijk een vetgehalte te krijgen van 70%. 70%. Ja. Maar dat gaat daar hier goed bij zijn. Enfin, dat hebben wij al gevonden in ons boek, maar wat gaan de Fransen ervan vinden? We gaan ze proberen overtuigen, Ben. We gaan het u vragen. Ja, voilà. We zijn weg. Maar eerst neemt Michel Ben mee naar de plek waar de kaas wordt geproduceerd. La tentation devient le tentation. Je suis sûr que la bière d'Abbaye que nous avons emmenée depuis la Belgique va m'allier formidablement avec ça. Nu is het aan Ben en Michel om bedrijfsleider Nicolas Guize te overtuigen van de combinatie van zijn kaas met Tongerlo Prior. Messieurs Nicolas et Michel, on va passer maintenant à un moment suprême, c'est-à-dire la combinaison entre la Tongerlo Prior triple et le grand fromage de Saint-Félicien, le Tentation. Formidable. Mariage de douceur. Nous sommes impatients. C'est pas n'importe quoi, hein. Il y a un grand arôme de fruits. Donc les fromages, on a donc le Saint-Félicien Tentation, ce qui est un fromage donc famille du Saint-Marcellin, donc un fromage triple crème qu'on peut donc servir à la cuillère. Voilà. C'est ça le mariage de douceur. Absolument. Hein? C'est la tentation de la douceur sur la douceur. Il faut que le fromage est vraiment bien affiné. C'est très important parce que des fromages jeunes, demi-affinés et affinés, ça donne quand même toujours trois fois un autre goût. Voilà. Pour moi, c'est très important qu'on prend des fromages qui sont vraiment au top niveau pour les dégustations avec des bières. Qu'est-ce que vous pensez de la bière avec ce fromage? Je trouve sincèrement que le mariage est vraiment intéressant. Je trouve que la douceur de cette bière avec son goût fruité et le fruité de notre fromage, hein, qui est crémeux, qui a cette rondeur du beurre en bouche, mais qui a un petit côté acidulé, quand il est bien affiné comme ça, c'est formidable. Mmh. Très intéressant. Allez, on oublie le vin un petit peu? Allez, on passe à la bière. Ok. Merci Nicolas pour un grand accueil et notre grande bière Prior Tongerlo.
bière d'abbaye de la Belgique. Merci Michel. Merci Ben. En cheers. Un grand merci Nicolas. Volgende week vertoeven Vinke en Van Tricht in de Bourgogne om er de Mâconnais geitenkaas te proeven met de Bourgogne de Flandre.